Precies één week geleden deden over prins Laurent de wildste geruchten de ronde. Wij zelf waren zeer ongerust, vooral na de allereerste getuigenis van deze man. Ik zeg maar, allee, prins, jij ziet er toch goed uit, jongen? Hij zegt nee, ik voel mij echt vermoeid. Ik ben een paar dagen op met rust moeten gaan. Dus waarschijnlijk oververwerkt en zo. Allee, ik vond ook, hij zag er wel vermoeid uit. Hij liep ook een beetje anders dan anders. Ja, absoluut. Ja. Alleen naast mij liep hij bijna slenterend. Dat ik bij mezelf zeg, maar allee, zeg, wat is dat hier? Dus ja, wij komen binnengewandeld, wij zetten ons neer, gaan naast elkaar aan tafel zitten. Bon, wij zitten daar naast elkaar, die pakt daar een snee brood, die smeert daar margarine op, dan confituur. Ik dacht, allee, wat gebeurt er hier nu? Waar ben ik terechtgekomen, dacht ik. Die gaat zo naar dat frietkot en die bestelt daar een klei pakje met mayonaise. Ik zeg, ja, mannen, wat gaan wij hier nog allemaal meemaken? En ik kwam daarnaast hen en ik zeg nog, maar prins, jij bent klein. Allee, you artist formerly known as prins. En ik zeg tegen hem, zeg maar, je kunt toch niet heel de tijd iedereen in toog blijven houden, lijsttrekker van de Socialistische Partij voor de Senaat en burgemeester van Leuven, manneke. En ik zeg, allee, vorst, het is toch niet zo koud? Wat staat jij daar nu te bibberen? En we zaten tegenover elkaar aan tafel en toen zag ik het direct en ik zeg, maar doe toch iets aan die snor, Jasmin, jongen.